Nou, het probleem bij de handen is dat meestal zijn ook weer deelproblemen. Enerzijds is dat het ingevallen is. Dus dat echt de botten heel duidelijk te zien zijn. De aders heel goed te zien zijn. Mensen storen zich opeens aan allerlei vlekjes die opeens beginnen te ontstaan. En ja, dat betekent al die dingen zijn eigenlijk het probleem van de ouder wordende hand. Waardoor mensen zich soms ook kunnen schamen. Ja. Nou, het zijn meerdere. Je kan heel veel hier onderzoeken, heel veel fillers gebruiken. Dat is eigenlijk het eerste wat je doet, want dat is hetgene wat de meeste mensen ja, stoort. Dus dat het echt van die knokkige ja, heksenhandjes worden. En dus dat kan je met een filler doen, hyaluronzuur. En je kunt, als je het echt helemaal zo een beetje, ja, een beetje poezelig wil hebben. Ja, en ik heb dat zelf dus wel wat meer. Ja, en ik heb het niet behandeld. Dan kan je dat gewoon met bijvoorbeeld radiessen, kan je dat goed behandelen. Ik wil nog eventjes een kleine toevoeging dat nog aangeven. De ouderdomsvlekjes moet je met crampjes of met een dat moet je weer met een ander product behandelen. Waar onder andere crèmes het belangrijkste hoofdgroep van is. Nou, wat je kan verwachten van deze behandeling is ja, dat het knokkige duidelijk verminderd is. En dat is weer afhankelijk van hoe ver je daarin wil gaan. Want hoe meer middelen je krijgt, hoe voller het is. Nou, dat kan op het gebied van het budget kan dat soms een probleem zijn. Dus je kunt soms vaak met 1 cc hyaluronzuur kan je eigenlijk de belangrijkste knokkige aspect kan je goed behandelen. Maar je kunt het echt heel goed behandelen. En is dat dat helige, ja, hekserige, noem het maar even zo, is wel weg. Belangrijk is wel, is dat de vingers, dat je die niet goed kan behandelen. Dus dat blijft wel een beetje aanwezig.